We gaan werken aan het vervolg van de 1-2-vingertwil. De 1-2-vingertwil moet je hier daarvoor al heel goed kennen. En goed kracht uit de duim kunnen halen en uit de vingers. Dus kracht en lenigheid heb je al in de vingers nodig. Om heen en weer te gaan, kun je zo oefenen. Nou, als je het zo in een routine doet, dat mag natuurlijk niet, want je krijgt een break. Dus we gaan werken van rechts naar links. Hoe doen we dat? Ik ga er een beetje lekker voor staan. Het is een beetje koud buiten ook. Van plaats die kant op. Draai ik mijn arm een beetje die kant op. En ga ik die kant op werken. 1, 2. Ik heb hem vast. Vervolgens haal ik hem naar voren. Steek ik hem aan mijn linkerzijde in. En op het moment dat ik mijn hand terugduw, heb ik genoeg kracht om mijn baton weer terug te laten draaien naar de duim. 1, 2, pak vast, strek, steek en duw terug. 1, 2, strek, steek, duw terug. 1, 2, strek, steek, duw terug. Omdraaien. 1, 2, strek, duw, terug. 1, 2. Strek, zij, duw terug. 1, 2, strek, zij, duw terug. Nou, zo heb je een lekkere 1, 2, 2, 1. Vingertwil. Die je in een joker gebruiken.